Welkom bij de allereerste video van de historische context over het Britse Rijk. Een context die speciaal bedoeld is voor de HAVO. In de titel uh, die zegt eigenlijk al waar deze context over gaat: de ontwikkeling van het Britse Rijk over een behoorlijk lange periode, meerdere tijdvakken. En dat zie je ook terug bij die eerste deelvraag die hier in dat blauwe vlak staat: uh, de periode 1585-1833. En er horen dus verschillende kenmerken en aspecten uit meerdere tijdvakken bij. Maar uh, ja, we beginnen bij het begin, bij tijdvak 5, die 16e eeuw. En dan zijn het deze twee uh, kenmerkende aspecten in het bijzonder die in eerste instantie op de achtergrond een rol spelen. Want tijdvak 5 is bijvoorbeeld uh, de tijd van de Europese overzeese expansie. Die, die, die Europese ontdekkingsreizen die die, die West-Europeanen gaan doen. Je ziet hier op dit kaartje ook al eh, welke landen daar een rol in gaan spelen en welke gebieden zij dan eh, koloniseren. Nou, heel even kort terughalen waarom ze dat ook al weer doen. Dat was eh, met name om economische redenen. Eh, voor de specerijhandel eh, goud en zilver uit eh, de, de bodem halen, allerlei andere grondstoffen die ze konden gebruiken. Het was ook uh, in politiek opzicht heel interessant om koloniën te veroveren, want zo kon je je rijk uitbreiden. Het gaf meer macht en aanzien als koning. En uh, daarnaast waren mensen vaak ook gewoon heel uh, nieuwsgierig naar ja, of alle verhalen die ze over de rest van de wereld gehoord hadden, of die eigenlijk wel klopten. Dus daar wilden ze ook wel eens gaan uitvinden hoe die wereld er eigenlijk uitzag. En daarnaast, ook een heel belangrijke reden, was uh, het christendom verder verspreiden over de wereld. Nou, en deze motieven zorgden dus voor dat de Europeanen in de 16e eeuw, in tijdvak 5, begonnen aan de Europese expansie over zee. Het waren de Portugezen en de Spanjaarden die hiermee begonnen. En Spanje veroverde grote gebieden in het zuiden en het midden van Amerika. Dat zijn de oranje gebieden hier op het kaartje. Ja, en de successen van de Portugezen en Spanje zorgden ervoor dat andere landen ook gingen kijken of ze dit ook konden doen. En de Engelsen die begonnen met uh, het verkennen van uh, Noord-Amerika. En dat deed ze aan het einde van de 16e eeuw. En uh, waar waren zij dan eigenlijk naar op zoek? Nou ja, die motieven die er net al stonden, maar ze waren specifiek ook op zoek naar een, ja, een mogelijke uitvalsbasis in de strijd met Spanje. Engeland en Spanje waren met elkaar in oorlog. En ik zal dadelijk uh, verder uitleggen waarom dat precies was. En ze waren dus gewoon ook op zoek naar een eventuele kolonie. En uiteindelijk in 1585 vestigden de Engelsen zich voor het eerst in een buitenlandse kolonie, in het zogenaamde Roanoke, in uh, de Amerikaanse staat Virginia. En dat zien we hier op de kaart, het is dus aan de Amerikaanse oostkust. Maar het was dus een eerste stap voor de Engelsen in hun expansie over zee. En naast de Europese expansie over zee was de Protestantse Kerkreformatie een ander kenmerkend aspect van tijdvak 6. En Die uh, Kerkreformatie zorgde voor een splitsing van het christendom in West-Europa tussen katholiek en protestant. Nou, en als we dat weer op een kaartje uitzetten, dan ziet Europa er uh, aan het einde van de 16e eeuw eigenlijk zo uit. En dan zie je dus dat de hele grote gebieden uh, geel zijn, oftewel Rooms-Katholiek. Dat er hele uh, grote gebieden, ook een beetje ja, dat blauw-groenachtig zijn, uh, die, die, die zijn uh, de leer van Luther aan gaan hangen. Uh, je ziet bruin voorbij komen, de leer van Calvin. En als je naar Engeland gaat kijken, dan zie je daar het Calvinisme. Maar dan zie je er ook die oranje kleur. En dat is de zogenaamde Anglicaanse kerk. En de Engelse koningen hadden zich op een gegeven moment losgemaakt van het gezag van de paus, en die wilden zelf aan het hoofd staan van de Engelse kerk en vandaar dat het een Anglikaanse kerk was. De Spaanse koningen daarentegen die waren altijd trouw gebleven aan de paus en die waren dus ook vurig katholiek. Nou ja, en bij die Anglikaanse kerk, daar bepaalde uh, de koning dus eigenlijk een beetje ja, welke kant het christendom in uh, Engeland meer opging. Of het meer katholiek of meer protestantsgericht was. En uh, zoals bijvoorbeeld uh, koning Edward, die was uh, protestants. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Queen Mary, die was weer meer katholiek. En zij trouwde dan op een gegeven moment ook met Philips II van Spanje. Ze zijn vijf jaar getrouwd geweest en toen stierf Mary. Maar daarmee uh, leek het er ook op alsof Engeland in één keer ook weer bij de katholieke kerk zou gaan horen. Maar uiteindelijk werd uh, die Mary werd opgevolgd door uh, Elisabeth. En ja, die was weer protestants, Dus uiteindelijk werd uh, Engeland toch weer meer protestant. Ja, en dat was dus precies wat die katholieke koning Philips II van Spanje niet wilde. Hij wilde dan ook maar één ding: dat Engeland weer gewoon bij de katholieke kerk zou komen, en hij zwoer dat hij daarvoor zou gaan zorgen. En dat was dus ook de reden waarom Engeland en Spanje vijandig tegenover elkaar kwamen te staan. Nou, en in de jaren 80 van de 16e eeuw loopt dat eigenlijk helemaal uit de hand. Precies op hetzelfde moment als de Engelsen dus op zoek zijn naar een kolonie in Noord-Amerika, waarin ze dus eigenlijk die kolonie Rowen ook uh, vestigen, stuurt Philips II van Spanje de zogenaamde onoverwinnelijke armada naar Engeland om Engeland aan te vallen. En de Spaanse Armada, dat was eigenlijk de Spaanse legervloot, de Spaanse marine. Die was ook enorm uitgebreid, dankzij al die successen die Spanje had behaald in Amerika. Hè? Al het goud en zilver dat eruit werd gehaald. Ja, en die Engelsen komen dus in een hevige strijd terecht met die Spaanse Armada. Het lukt uiteindelijk om uh, die aanval af te slaan. Hè. Die, die, die hele uh, militaire expeditie van die armade die mislukt. Veel Spaanse schepen die uh, moeten om Groot-Brittannië helemaal heen trekken. En je ziet er op dat kaartje links ook, daar bij Ierland, zie je al die, eigenlijk dat hele scheepskerkhof staan. Uh, er zijn heel veel Spaanse schepen die ook nog uh, vergaan in allerlei najaarstormen en dergelijke. En het is dus één grote mislukking. Engeland verslaat Spanje, maar omdat Engeland al haar schepen nodig had om Spanje te kunnen verslaan, werden die schepen uit Roanoke weer teruggeroepen en konden de Engelsen dus hun eerste kolonie in Noord-Amerika niet behouden. Maar goed, ook de Engelsen hebben nu dus hun eerste voet op het wereldtoneel gezet. En dat was eigenlijk dus ook het begin van deze historische context.